Dichter Tjebbe Hettinga krijgt dit jaar postuum de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland. De in maart overleden dichter ontvangt de prijs voor de bijdrage die hij met de Friese taal als inspiratiebron leverde aan de dichtkunst binnen en buiten Friesland. Tjebbe Hettinga bezong in woord en gedicht het Friese landschap en de mensen. Zijn dichtkunst en zijn voordrachten maakten hem tot een groot universeel Fries dichter, nationaal en internationaal bekend. Commissaris van de Koning, John Jorritsma, reikt de Friese Anjer op 6 december in Leeuwarden uit aan de zoon en de dochter van Tjebbe Hettinga. De heer Jorritsma is voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland. Plichten, lichtekooien, zwarte hinders, duigend mooien, geweld, dat een ijzeren maat.